Vandaag kwam het op sommige plaatsen echt met bakken uit de hemel. Ja, en of dat ook morgen gebeurt, dat ga ik je zo vertellen. De buitjes van vanmiddag, we zagen ze heel goed op de satellietfoto terug. Allemaal van die witte plukjes. En dat waren dus stuk voor stuk van die pittige buitjes met onweer en lokaal ook veel regen in korte tijd. In Zoetermeer viel zelfs bijna 80 mm. De echte zware onweersbuien die zagen we boven Zuid-Duitsland en Noord-Italië, helemaal onder in beeld. En dat waren echt flinke jongens, lokaal zelfs met enorme hagelstenen van wel 7 of 8 centimeter grootte. Nou, gelukkig waren de buien bij ons niet zo zwaar, maar zat je er middenin, dan had je er toch al behoorlijk last van. Vanavond dan lossen de meeste buien uiteindelijk op of ze trekken langzaam naar het noorden weg. Temperatuur ligt zeker niet laag, met waarde rond een graad of 19. Vannacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Misschien dat in het noorden nog een enkele bui valt. En later is ook in het zuidwesten weer een enkel buitje mogelijk. Misschien ook vannacht nog met een klap onweer. Het koelt ongeveer af naar waarde van een graad of 16. En tegen de ochtend kan plaatselijk wat nevel ontstaan. Morgen wordt dan weer een herhaling van vandaag, min of meer. In de loop van de dag ontstaan steeds meer stapelwolken, verspreid over het land. En uiteindelijk komen ook een aantal van die pittige lokale buien tot ontwikkeling. Met kans op onweer, veel regen in korte tijd. Aanvankelijk zal de nadruk van de buien op de westelijke helft liggen. Maar uiteindelijk zullen we in de loop van de dag ook zien dat vooral het midden en noorden van het land ook vaker met dat soort buien te maken krijgen. Op sommige plaatsen in het uiterste oosten en zuidoosten blijft het de hele dag nagenoeg droog. En dan is het aangenaam zomerweer met temperaturen van een graad of 23. Trekken wat meer buien over, dan is het een paar graden koeler. Het wisselvallige weer houdt aan, ook in de dagen daarna. Woensdag en donderdag zijn de buien wat minder talrijk, wat minder pittig. Dan ligt de nadruk met name op het noorden van het land. En in het zuiden zien we dan wat vaker lange droge perioden terug. Vrijdag en zaterdag dan kan het met name aan de kust soms stevig waaien. Door die stevige wind is het ook iets koeler. Met gemiddeld over het land temperaturen van een graad of 20. Verspreid over het land dan ook een aantal buien. Zondag weer iets minder wind, maar ook dan blijft het wisselvallig. En is het aan de koele kant met waarde rond een graad of 18. Ik wens je verder nog een fijne dag.